Waarom lezen vrouwen zulke slechte boeken? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank jullie wel. Bedankt. Nou, ik ga jullie meteen even aan het werk zetten. Ik ga twee citaten voorlezen. En dan mogen jullie mij naar de hand gaan vertellen welke van de twee je nu het meest literair vindt. Ik ga niet verklappen wie de auteurs zijn, want dan zou ik jullie te veel sturen. Maar hier komen ze. Het eerste citaat. Op het internet vond ze een foto van een school guppies. Met uitzinnige baljurken, zo leek het. Lijfjes van mohair en zijde en glas met cheetahprints en goud. Vinnen als boa's, staarten van dun papier, staarten als dure verfkwasten. Geen beeld kon de noties van vis en feestelijkheid beter verbinden, vond Monique. Dat was citaat 1. Laat hem even op je inwerken. Dan het tweede citaat. Haar oog blijft rusten op een zwarte leren rok. Ze trekt hem aan. Haar billen bevallen haar niet. Ze begrijpt niet hoe ze deze rok ooit heeft kunnen kopen. Nou, mensen die denken, die vinden dat het eerste citaat het meest literair is, mogen gaan staan. En de rest, die denkt dat citaat 2 het meest literair is, mogen blijven zitten. Dus, als je denkt dat 1 het meest literair is, omhoog. Nou, dat is redelijk duidelijk. Het overgrote deel van het publiek denkt dat citaat 1 het meest literair is. Jullie mogen weer gaan zitten. Nou, ik vind dat niet heel gek als literatuurwetenschapper. Het eerste citaat bevat meer beeldspraak, is wat spannender, het zet je wat meer aan het nadenken en dat prikkelt de lezer. En dat is wat, wat meer literair wordt gevonden. Het tweede citaat is wat eenvoudiger, wat minder spannend. Je hoeft er niet zo bij na te denken. En dat zou je kunnen zien als typisch voor een vrouwenboek. Wat wel belangrijk is om je te realiseren, is dat het idee van een vrouwenboek, dat is niet nieuw. En dat is het deel wat over het verleden gaat. Het bestaat al zeker meer dan een eeuw, alleen dan een beetje een andere bewoording. Een beroemd auteur als Menno ter Braak zei al in 1934... ja, om nou het gezin als het belangrijkste te zien, het belangrijkste van de problematiek van de mens, tja, zie daar de mogelijkheden en grenzen van den damesroman, die men vooral niet moet verwarren met het vrouwelijke accent in het algemeen in de literatuur. Dus wat Menno ter Braak zegt is, ja, dat is allemaal leuk, die damesromans en waar ze over praten, maar dat is toch echt wat anders dan literatuur. Nou, dat is dan mooi ouderwets, maar het idee van een vrouwenboek, hoe leeft dat nog? Bestaat dat nu nog zo sterk? Ik denk dat jullie wel een klein beetje een idee hebben, maar wij hebben met mijn project daar onderzoek naar gedaan. In 2013 heeft The Riddle of Literary Quality, zo heet mijn project, het raadsel van de literaire kwaliteit, een groot lezersonderzoek gedaan. En we hebben 400 romans hebben wij aangeboden aan lezers en gezegd van nou, kijk eens naar deze lijst van deze romans. Welke heb je nu gelezen en hoe literair vond je die op een schaal van 1 tot 7? Nou, en dan zie je dat de resultaten heel duidelijk zijn. Top 10, allemaal mannelijke auteurs. Onderin, allemaal zogenaamde vrouwenboeken. Waaronder de vertaling van 50 Shades of Grey. En de rest waren allemaal zogenaamde chicklit boeken. Maar dan zul je zeggen, oké, maar de term vrouwenboek staat niet op de kaft. Hè? Dat is iets dat leg ik er nu op. Maar de lezers en het onderzoek mochten ook aangeven waarom ze zo'n boek dan niet heel erg literair vonden. En dan zie je dus dat termen als vrouwenboek, damesromannetje, keukenmeidenroman, die worden veel gebruikt om aan te geven wat literatuur niet is. Dus om het er tegen af te zetten. En dit is een mooi voorbeeld ervan, wat ik nu ga voorlezen. Dat gaat over Ken je me nog, van Sophie Kinsella. Wat dus een vrij typische chicklit auteur is. Het boek is een typisch vrouwenboek. Het is een simpel te lezen zomerverhaal. Hier is niks mis mee en ik vind het een erg leuk genre, maar ik vind het geen literatuur. Literatuur is voor mij een diepgaand, vrij zwaar en moeizaam te lezen boek. Dus wat ze doet is in feite eigenlijk hetzelfde. Zij zegt, ze plaatst het vrouwenboek ook als concept naast de literatuur. Maar wat is het nu? Wat is nu een vrouwenboek? En kun je met behulp van een computer beter inzicht krijgen wat nu het verschil is tussen die zogenaamde vrouwenboeken en echte literatuur.
Nou, daar hebben wij onderzoek naar gedaan in het project. En we hebben gekeken naar drie verschillende aspecten die ik nu aan jullie ga voorleggen. Het eerste aspect is auteur, dus een vrouwelijke auteur. Het tweede aspect is onderwerp en het derde aspect is algemene stijl. Nou, eerst de vrouwelijke auteur. Nou, we zijn gaan kijken naar een set met literaire romans. 50 romans, allemaal genomineerd voor de ACO of de Libris Literatuurprijs. Dus dat zijn literaire romans. Waarvan de helft geschreven was door mannelijke auteurs en de helft door vrouwelijke auteurs. En toen zijn we gaan kijken, als je nu kijkt naar de onderwerpen in die romans, zie je daar nu grote verschillen tussen die mannelijke en vrouwelijke auteurs. Dus we hebben de computer aan het rekenen laten slagen. En die zei, ja, ik vind 5 onderwerpen die dan wel typisch zijn voor mannelijke auteurs, dan wel typisch voor vrouwelijke auteurs. Dan ga ik die 5 noemen. Er zit er maar 1 bij die typisch was voor mannelijke auteurs. En dan mogen jullie raden welke dat was. 1. Zelfontwikkeling. 2. Spreektaal. 3. Militair. 4. Familie. 5. Gezinsleven. Wie biedt? Gaat iemand het ook nog zeggen voor me? Militair, heel goed. Nou, dan denk je, nou, we zijn klaar. Grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar toen hebben we 2 onderwerpen uitgelicht. Gezinsleven, wat dus typisch vrouwelijk was, en militair. En dan zijn we in die 50 romans gaan kijken, hoe groot zijn deze onderwerpen nou volgens de computer? En dan zie je dat in 48 van die 50 romans het onderwerp gezinsleven effectief groter is dan het militaire onderwerp. Ook bij de mannelijke auteurs. Dus hoewel militair typischer is voor mannelijke auteurs, blijkt gezinsleven in die meeste boeken gewoon meer voor te komen. Dus het is maar net hoe je naar je data kijkt. Een vrouwelijke auteur is niet wat een vrouwenroman vrouwelijk maakt. Nou, tweede onderwerp. Nou, we hebben het al gehad over gezinsleven en over militair. Maar nu ben ik gaan kijken, wat nou als ik een echt vrouwelijk onderwerp pak? Aandacht voor het uiterlijk. Wat gebeurt er dan? Nou, ben ik gaan kijken. Een nieuwe set met romans. 32 chicklit en literaire romans. De helft chicklit, de helft literair. En van die literaire romans was dan de helft door mannen geschreven en de helft door vrouwen. En dan ga ik jullie weer laten raden. Ik heb geteld in grofweg de eerste 2 hoofdstukken van die romans. Hoeveel zinnen de beschrijving van uiterlijk bevatten. En dan ga ik jullie laten raden. Wie denkt dat er in chicklit de meeste zinnen stonden die uiterlijk beschrijven, die mogen gaan staan. En wie denkt dat in de literatuur de meeste zinnen over uiterlijk gingen, die mogen blijven zitten. Dus, als je denkt dat het in chicklit de meeste zinnen zijn, ga staan. Ja, ik denk dat jullie stiekem al een klein beetje doorhebben waar ik heen wil met mijn praatje. Want als ik dit tegen andere mensen zo op straat vertel, dan gokken ze allemaal dat het een chicklit is. Maar jullie hebben gelijk, het is in de literaire romans dat die beschrijvingen van uiterlijk het meeste voorkomen. Nou, dan nog een keer raden. Oh. Denken jullie nou dat die zinnen ook het meeste voorkomen bij mannelijke auteurs? Mag je gaan staan? Of bij vrouwelijke auteurs? Mag je blijven zitten? Mannelijke auteurs, omhoog. Oh, en opnieuw, applaus voor jullie. Het zijn de mannelijke auteurs waar dit soort beschrijving het meest voorkomt. En wat gebeurt daar nou precies? Nou, dus ik ben gaan kijken van hoe relateert zich dat tot plot, die beschrijvingen. En wat blijkt nou? Die mannelijke auteurs schrijven vanuit het perspectief van een mannelijke protagonist. En die beschrijft zijn love interest. Hij is verliefd op een vrouw. En die is natuurlijk heel mooi. Dus die moet je uitgebreid beschrijven. Daar heb je veel zinnen voor nodig. En dat lijkt een beetje eigenlijk op chicklit. Alleen, dan heb je een vrouwelijke protagonist. En die kijkt naar haar mannelijke love interest. Die altijd hele mooie ogen heeft en een klein beetje gespierd is. Dus wat is zo vrouwelijk aan het onderwerp? Dat mogen jullie mij vertellen. Het onderwerp is ook niet wat die vrouwenromans nou zo vrouwelijk maakt. Dan de laatste, stijl. Daarvoor grijp ik terug op die citaten die jullie net hebben gezien. Dat eerste citaat kwam uit een roman van Annelies Verbeke, Vissen redden, en die was genomineerd voor een literaire prijs. Nu het tweede citaat. Jullie zien het verschil, afgezien van de lengte, zie je dat er grammaticaal verschillen zijn. Dus wat er hier in deze zin gebeurt, die zinnen zijn korter, eenvoudiger en er zitten minder bepalingen in. Bepalingen zijn bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden die een zin uitgebreider en preciezer maken. Nou, hebben wij onderzoek gedaan in diezelfde set van chicklit en literaire romans. Hoeveel komen zulke bepalingen nou voor?
Nou, dan zie je dat gemiddeld genomen inderdaad in die literaire romans meer van dat soort bepalingen gebruikt worden en in de chick lit romans minder. Maar dan zie je ook bij de literatuur dat daar nogal wat verschil is. En dan zie je onderin twee bolletjes. En die twee bolletjes zijn romans van de auteur van het tweede citaat. En wie wil raden welke beroemde Nederlandse auteur de auteur was van het citaat met leren rokje? Deze. Harry Mulisch. Harry Mulisch, nee. Gunberg? Ja, heel goed. Dat was Arno Gunberg. Arno Gunberg was de auteur van het tweede citaat. Dus zo zie je maar, het is maar net hoe je er naar kijkt. Ik denk dat best wel veel van jullie geloofden dat het eerste citaat uit chick lit kwam, toen ik het in eerste instantie voorlas. Maar nu je weet dat het Gunberg is, ga je er met hele andere ogen naar kijken. En zo zie je dat stijl ook niet per definitie is wat een vrouwenroman zo vrouwelijk maakt. Of slechter. En ook is raar als flauw, Corina, want al die factoren bij elkaar is natuurlijk wat een vrouwenroman maakt. Maar, dan wil ik jullie een ander voorbeeld geven. In onze lijst van romans die we aan hebben geboden zaten ook best wel wat detectives. Bijvoorbeeld de boeken van Baantje, Lijk in de kast, Dief in de nacht en Rat in de val. Zijn drie titels daarvan. Ik denk dat jullie wel ook een klein beetje het idee nu krijgen wat ik daarmee wil zeggen. Die stijl is net zo min spannend als die van de vrouwenboeken. Het plot is misschien nog wel meer formuleachtig dan in die chick lits. Maar daar zeggen onze lezers niet van, ja, dat is nou een typisch mannenboek. Dat soort woorden wordt niet gebruikt om dergelijke boeken te omschrijven. Dus kortom, wat ik eigenlijk laat zien met die computeranalyses is dat vrouwenroman gewoon een gemakkelijk construct is. We gebruiken het omdat we het kennen. En dingen die vrouwelijk zijn, worden nou eenmaal stiekem toch nog steeds als een beetje minder waardevol gezien. Ik denk bijvoorbeeld dat een praatprogramma over mode niet zo snel een televisiering gewonnen zou hebben als Voetbal Insight een paar jaar geleden. En ik denk dat de computer daar gewoon echt een heel krachtig middel in is om dit soort dingen onderuit te halen. En om ons een beetje te confronteren met onze eigen vooroordelen. Bedankt voor jullie aandacht.